Dat deelnemers aan het verkeer zich nog steeds niet fatsoenlijk gedragen, bewijst een zware aanrijding die vanmiddag heeft plaatsgehad op de kruising van de Paltantewari en Tjongakietweg te Livorno. Een auto die uit de Tjongakietweg kwam, verleende geen voorrang aan een voertuig dat op de Pandit Paltantewariweg reed, met als gevolg de zware aanrijding met 2 doden. In de auto die op de voorrangsweg reed, zat een gezin. Vader, moeder en kind. De moeder en het kind hebben ter plekke het leven gelaten, terwijl de vader met de ambulance is afgevoerd. De veroorzaker van de aanrijding, een mevrouw, is ook per ambulance afgevoerd. Omstanders beweren dat ze met hoge snelheid reed en op het moment van de aanrijding aan de telefoon was. Wij spraken met enkele omstanders. Ik weet niet precies, want ik was achter. We waren samen begraven plaats. Daar we waren samen gekomen. En deze rijdt voor, wat ik heb gehoord van mensen die hier hebben gezien, dat deze rijdt voorop en die andere komt van deel met de hoge snelheid. Ja. En het was helemaal tot de auto. Het gaat om 3 mensen, hè? Ja, 3 mensen. De chauffeur, de laten we zeggen, gezin. Ja. En moeder en kind. En kind. Moeder en kind zijn direct. Ja, zijn direct hier klaar. Deze weg is de oorzaak. Waarom? De oorzaak. Omdat er gebeurt altijd hier aanrijding. Er wordt niets gedaan. Oh, mensen moeten gewoon daar drempel plaatsen. Daar, klaar. Gewoon. Geen drempels in die weg? Deze. Want nou, een week eerder was ook een aanrijding in de kersttijd. Ja. Er gebeurt zware aanrijding hier. Altijd dodelijke aanrijding hier. Dus reden voor het ministerie van Openbare Werken om naar deze situatie te kijken. Want weet u hoe deze weg heet? Hoe heet deze? Tjongakietweg. De Tjongakietweg. En dit is de pad. Oké. Dus de mensen die uit de Tjongakietweg komen, die verlenen dan geen voorrang, omdat er geen drempels zijn op die weg. Oké. Het is, ja. Die mevrouw ging daar aan me in die modder. Ik heb de politie gevraagd, haal die hoofd weg en zet het een beetje boven. Maar de politie zei, je moet het niet aanraken. Je moet het niet aanraken. Alleen de hoofd een beetje boven had gezet. Dan zou die vrouw nog liever zijn, eerlijk gezegd. Dus u heeft gezien dat ze in die goot... Ja, we hebben gezegd. Een laatste adem uitgeblazen. Vlak voor ons heeft het de laatste. En die ambulance is bijna een half uur later gekomen. Is je nog daar geleefd? Ja. Dan een half uur. Ging ze in die modder zo ademen. En al die politie daar hoofd een beetje naar boven had gezet. Zou die vrouw niet dood gaan, eerlijk gezegd. Dus je zegt, ze is verdronken als het ware. Ja, ze heeft modder geslikt. Ze heeft modder geslikt. Dat is gebeurd met haar en niks meer. De politie is de oorzaak. Ik zeg het, de politie is de oorzaak. Want, je bent een beetje emotioneel en boos. Ja, eerlijk emotioneel, want die vrouw zorgde voor mijn zus. Mijn neef ingeladen in die auto. Hij wacht, in plaats van dat hij weggaat, hij ziet dat die man bloedt. Echt bloedt. Hij wacht op die andere ambulance. Ik heb ook tegen de politie gezegd, de politie heeft die man geroepen. Hij zegt wachten. Hij heeft gewoon gewacht totdat die andere ambulance hier komt. Ze hebben die andere personen weggehaald van de auto. En daarna met echt dwang zijn ze weggegaan dan met me niet. Als de ambulance eerder gehanteerd, zou mijn zwageres nog in leven zijn. Want die vrouw ging gewoon ademen. Toen ik hier ben gekomen, heeft ze geen nog ademen. Meneer de agent, goeiedag ATV. Ik heb begrepen, de familieleden zijn heel boos op u. En ze geven eigenlijk u de schuld van dat zij de mensen niet mochten aanraken. En dat de mensen waarschijnlijk nog in leven zouden zijn als ze hulp hadden kunnen bieden. Ik lever daarop geen... Ik laat dat over aan de publiciteitsdienst. Ze zeggen dat u hier was en u heeft ze tegengehouden. We gaan... De zaak is nog in onderzoek, dus... Zover het nodig is, dan zal de publiciteitsdienst dat doorgeven. Abon? U heeft het gehoord, de politie die geeft aan dat hij geen commentaar heeft nu. Want hij zegt de publiciteitsdienst zal ons te woord staan. Maar feit is dat de familieleden aangeven dat de mevrouw in de modder lag daar. En dat zij er niet mochten aanraken. En dat ze waarschijnlijk daardoor is komen te overlijden. En u ziet hier de 2 auto's die met elkaar in botsing zijn gekomen.
beide auto's totaal los. En moeder en kind die zijn ter plekke overleden. De vraag die vanuit de omstanders gesteld werd is of de politie ter plekke eerste hulp mag verlenen. Volgens Sherida Drachman van de publiciteitsdienst krijgen politieagenten tijdens de opleiding eerste hulpverlening, maar daarna geen refreshment training. Dit maakt dat de wetsdienaren jaren na hun opleiding niet het risico nemen om ter plekke eerste hulp te verlenen, vooral wanneer het om zwaar lichamelijk letsel gaat. Drachman deelt ons een nieuwsdienst mee dat de politie bij aankomst heeft gemerkt dat omstanders reeds bezig waren met hulp te bieden aan de slachtoffers. Volgens haar was het kindje bekneld onder een van de banden en hebben omstanders het kindje eigenhandig bevrijd. Met deze doden is de verkeersbarometer gestegen naar 3.